En dan nu even naar de studio beneden gelopen. Want hij is er. Hij speelt het ene na het andere theater helemaal kapot. Maar de allergrootste concerten die staan nog op de planning voor komend jaar. Dat speelt hij maar liefst 2 keer in de Ziggo Dome. En goed nieuws, we mogen hier deze hele week op Radio 10 de laatste kaarten weggeven. En nog weer goed nieuws, want hij is hier deze ochtend zelf om even een klein voorproefje te geven wat we kunnen verwachten. Maar dan lekker akoestisch. Hij is gewoon hier. Bouke! Goedemorgen. Morgen, Bouke. Ja, ik ben blij dat je er bent op dit vroege tijdstip, want ik begreep dat je eigenlijk net van het podium afkomt. In principe wel, ja. Ik heb gisteren in Goes gespeeld en ik heb iets van 3 uur slaap gehad. Het is ook een eentje rijden naar Goes natuurlijk. Ja, nou, helemaal wel, ja. Je bent per Concorde ben je een uur hier naartoe gekomen. Ja. Want we hebben een hoop te bespreken sinds de laatste keer dat je hier was. Even kijken in de agenda. 17 februari was je hier. Er is ondertussen heel veel gebeurd. We hebben natuurlijk de Ziggo Dome met de Tribute in Concert hebben we live meegemaakt. Wat een groot feest was. Maar een eigen tv-programma. Ja, klopt. Ik krijg een tv-special op SBS6. En dat zal binnenkort uitgezonden worden. Tenminste, we zijn naar Amerika geweest. Ik en Rob Kemps. Ja, dat was echt een fantastische reis. We hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. En we hebben eigenlijk, we zijn eigenlijk min of meer in de voetsporen van Elvis getreden. Dus we gaan eigenlijk min of meer het leven van Elvis laten zien. En ik kan in het programma ook eigenlijk min of meer vertellen wie ik ben en hoe ik tot de muziek van Elvis ben gekomen. En ja, we hebben zulke mooie dingen meegemaakt. Echt ongelooflijk. Je bent naar Memphis gegaan. Je hebt ook mensen gesproken, hè, die hem nog gekend hebben, met hem gewerkt hebben. Ja, klopt. Ik heb zelfs gezongen met Estelle Brown. Dat is de backing vocal van Elvis, die 7 jaar met hem op het podium stond. Ik heb met Ginger Elder gesproken. Dat is zijn laatste verloofde die hem eigenlijk dood in het gevonden heeft. Ja, dood in de badkamer heeft gevonden. En het zijn zulke... ik moet eerlijk zeggen, dat zijn momenten dat je toch even kippenvel krijgt. Als je die mensen hoort vertellen over Elvis. En zij hebben hem gewoon echt meegemaakt. En ik ben een heel nuchter persoon. Zoals iedereen wel, denk ik, een beetje weet, zeg maar. Maar dit zijn wel dingen dat... dat zijn wel de krent in de pap, zeg maar. Ben je nog tot ontdekkingen gekomen? Dingen over Elvis die je nog niet wist? Nou ja, dat hij eigenlijk heel menselijk was. En dat hij heel erg hield van zijn fans. Hij kwam... heel vaak naar de Gates of Graceland om met zijn fans gewoon te praten. Hij heeft zelfs iemand die in de uitzending, of tenminste die in een tv-special zit. Dat is een mevrouw die heet Sandy Miller. En dat is een Nederlandse mevrouw. En die is naar Amerika afgereisd om Elvis ooit te kunnen zien of te ontmoeten, zeg maar. En zij is een vaste vriendin geworden van Elvis. Tenminste een huisvriend, om het zo maar te zeggen. En als je dan die verhalen van haar hoort, dan kom je er eigenlijk pas achter hoe zo'n geweldig mens hij was. Hoe zo vrijgevig en humoristisch. En nou ja, het was gewoon een legendarisch persoon. Hij kocht ook Cadillacs voor zijn hele crew ook een keer. Je bent nog een Cadillac? En dan regelde hij dat? Nou, het was zelfs zo dat hij, ik geloof dat hij zelfs iemand op de straat ooit eens een Cadillac heeft weggegeven. Het verhaal gaat, ja. Dus weet je, hij was zo vrijgevig en hij wilde zo goed zijn voor de mensen eigenlijk. En dat... Ja, dat vind ik fantastisch om dat te horen. Wanneer kunnen we dit programma gaan zien? Want ik kan niet wachten. In januari. Januari op de buis. Oké. SBS6 in de gaten houden, lieve mensen. Wordt fantastisch. En hoe gaat het met de voorbereidingen van de Ziggo-shows? Want die komen er ook aan volgend jaar. Ja, klopt. We zijn sowieso al het repertoire aan het bespreken. Want we willen wel echt iets knallends neerzetten, zeg maar. Dus er zullen wat medleys komen van Elvis. We gaan natuurlijk alle hits komen voorbij. Dat sowieso. Ja, mijn fantastische band die altijd achter me staat, heb ik bij me. En weet je, dit wordt gewoon... Ik wil gewoon dat dit een topshow wordt. En daar ga ik alles voor doen. Uiteraard. Ik bedoel, een tipje van de sluier. Krijg je van de showballet, vuurwerk? Vuurwerk. Gastoptreden? Vuurwerk sowieso. Okay. En danseressen, er komt echt alles aan te pas. We willen gewoon lekker uitpakken en gewoon een fantastische show neerzetten. Deze week hier op Radio 10 kaarten te winnen voor die concerten. Maar nu eerst tijd voor een stukje live muziek. En je bent niet met de hele Elvis Matters Band. Je hebt Leon meegenomen, je vaste gitarist. Ja, klopt, ja. Hij is er helemaal klaar voor. Wat ga je spelen? We gaan als eerste... We mogen 2 liedjes spelen. Ja, straks nog 1. Ja. Nou, als eerste gaan we dan denk ik toch maar beginnen met The Ghetto. Dat is het liedje waar we in de 3e aflevering mee begonnen. En waar eigenlijk alles mee begonnen is. Op TikTok. Ja, op TikTok. Wie had dat gedacht? Dit is Bouke Live in the Ghetto. Hair
as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in a ghetto. Now, people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now, take a look at you and me. We're too blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a girl in his hand in the ghetto. And as a young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries in the ghetto. Och jongens, het is toch fantastisch. Bouke, dit was live, hè? Dit was gewoon met een gitaartje. Wauw. Ongelooflijk. Fantastisch. In the ghetto. Ja, we zijn al jaren fan van je, lijkt wel. Maar eigenlijk kennen we elkaar pas sinds... sinds ongeveer bijna een jaar geleden... toen we de opnames deden uiteraard van de tribute. En dan kwam hij erboven. En nu gaat hij zelf gewoon 2 keer de Ziggo Dome doen. En straks kans op kaarten. En je mag nog niet weg, Bouke. Oh nee? Nee, want straks is nog een liedje. Want je bent er nou toch. En neem nog een paar bakkies. Ik zal er nog een paar nemen. Neem er nog een paar en dan kunnen we straks nogmaals van jou gaan genieten. Ik weet het zeker. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn. En dus deze hele week op Radio 10. Kaarten voor het concert. Tenminste, één van de twee. Want hij speelt 2 keer, dus 2 keer Ziggo Dome volgend jaar. Voor Bouke en de Elvis Matters Band. 18 april 24. Dat is volgend jaar. Maar het jaar is al bijna voorbij, dus het kan niet lang meer duren. En leuk om iets in je agenda te hebben voor volgend jaar. Ja, toch? Vooruitjuichen heet dat, hè? Ja. Dus misschien dat we daar wel Vincent van der Maas naartoe sturen. Want die hebben we toevallig aan de telefoon. Vincent, goedemorgen. Gerard, goedemorgen. Hoe is het, jongen? Ja, goed hoor. Lekker weekend gehad. Lekker weekend, ja. Ja, heerlijk. Nou, sterker, ik had een beetje lang weekend, had ik. Ja, dat klopt inderdaad. Ik hoop dat je genoten hebt. Maar dat is echt genoten. Die was het trouwens ook. Vincent, jij hebt ons een antwoord gestuurd. Net heeft Leon, de gitarist van de Elvis Matters Band... even een liedje gespeeld van... tenminste het intro van het nummer wat ze zometeen gaan spelen. Jij wist wel lekker. Zullen we nog 1 keer vragen aan Leon of hij het kan reproduceren? Ja, laten we doen. Oké. Okay. Take it away, baby. Welke chanson hoorde jij hier? Can't help falling in love. Ach ja. Is dat goed, jongens? Ja. Dat is ja! Yes. Ja! Inderdaad, Vincent. Het was Can't Help Falling in Love with You. Dat betekent dat jij 2 kaarten wint voor Bouke in de Elvis Matters Band. 18 april, Ziggo Dome, Amsterdam. Ja, super gaaf. Heel goed. Dan doe je jumpsuit aan en dan zien jullie elkaar daar. Helemaal goed? Helemaal goed. Superleuk. Dankjewel. Heel blij mee. Veel plezier, Vincent. Fijne dag, hè?
Dankjewel, hetzelfde Gerard. Hoi. Ja, en Bouke, je hebt een bakje koffie erin gegooid. Twee zelfs. Twee zelfs, kijk er eens even aan. Nou, dat gaat klinken als een klok natuurlijk. Want jij gaat hem even live spelen, hè, deze Can't Help Falling In Love. Gaan we doen. Bouke live. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Prachtig op die maandagochtend, bakkie koffie erbij en dan dit live. Bouke! En Leon op gitaar natuurlijk. Onwijs bedankt dat jullie er op dit belachelijke tijdstip, na dat ongelofelijke optreden in Goes gisteravond, dat je toch hier staat. Dankjewel. Want het waren de volle 3 uur slapen. Fijn dat we hier mochten zijn. Ja, fijn dat je er weer was. Heel veel succes en even, met de komende tijd. Even een duimpje voor Frank de Geluidsman. Want die heeft het ook weer fantastisch. Frank de Geluidsman, dames en heren. Is daarvoor geapplaudisseerd. Ja. En deze ook geregeld. We kijken uit naar het programma op televisie. Vanaf januari op de televisie kunnen we kijken dus naar de trip die Bouke heeft gemaakt door Memphis. Gesproken heeft met mensen die nog met Elvis hebben gewerkt. Ex-vriendinnen. Ik kan niet wachten hoor. Voor de muziekfreak is dit pure porno natuurlijk. En ook voor de Elvis-freak. Bouke, dankjewel. Graag gedaan. Succes. Dankjewel. En de hele week hier op Radio 10 tickets te winnen voor het concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.